heb je ook wel eens een mutatie die verrekend moet worden over een afgesloten periode. De terugwerkende krachtmutatie verwerk je een profit gewoon in de periode waarin deze verloond had moeten worden. En profit, die doet de rest voor je. Het kan altijd gebeuren dat er mutaties zijn in een periode die al geaccordeerd is. Een mutatie die vergeten is, een workflow die nog niet is afgehandeld, of een CAO-afspraak die met terugwerkende kracht ingevoerd moet worden. Profit biedt jou optimaal inzicht in deze mutaties en hun gevolgen. Doordat je in Profit alle relevante gegevens tijdsafhankelijk vastlegt, biedt Profit de mogelijkheid om achteraf wijzigingen in een geaccordeerde periode door te voeren. Voor een dergelijke wijziging gebruiken wij de term TWK. Deze wijzigingen worden dan in de eerstvolgende periode meegenomen. Ik zal de term TWK eerst even toelichten voor je. Een terugwerkende krachtmutatie, of een TWK, is een mutatie die plaatsvindt in een periode die al geaccordeerd is. In ons voorbeeld zien we een simpele weergave van de salarisverwerking. In de meeste gevallen wordt de periode al geaccordeerd en betaald voordat de periode daadwerkelijk is afgelopen. Alle mutaties die na het accorderen nog binnenkomen op de periode zijn dan TWK-mutaties. Dit kan dus een mutatie zijn na de datum van het accorderen, maar nog voor het eind van de periode. Het kan echter ook zijn dat bijvoorbeeld een workflow al voor het accorderen is gestart, maar pas na het accorderen akkoord bevonden wordt. Nu heb je een mutatie met een datum voor de datum van het accorderen. Dit kan betrekking hebben op de huidige periode, maar ook op eerdere periodes. Aangezien de periode al geaccordeerd is voor het moment dat de mutatie in Profit definitief vastgelegd wordt, krijgen we hier dus een TWK-mutatie. Ik ga je nu laten zien hoe dat eruit ziet in Profit. Ik zit hier in de salarisverwerkingscockpit en je ziet dat juli al geaccordeerd is en dat we bezig zijn om augustus te verwerken. Nu kan het zijn dat er voor jullie bijvoorbeeld nog meer uren moeten binnenkomen. Met de knop meer acties ga ik een loonmutatie toevoegen. Ik krijg al direct een waarschuwing dat de mutatie een terugwerkende krachtberekening veroorzaakt. Ik zeg oké. Medewerker Floor die heeft haar meer uren niet uitbetaald gekregen. Dus die gaan we nog even toevoegen. Het ging om 5 meer uren. En ik wil dit in de periode juli, zodat ik ook met het uurloon van jullie kan werken. Dus je wil hem ook daadwerkelijk in die periode zetten. Ik zeg nu opslaan en sluiten, maar deze periode is natuurlijk al geaccordeerd. Dus dit zal door moeten werken naar augustus met een terugwerkende krachtberekening. Als ik nu dubbelklik op augustus, dan zie ik direct dat er voor Floor iets aan de hand is. En in de opmerking kan ik zien wat er staat. Ik zal hem even vergroten. En dan zien we, voor deze medewerker moet de loonberekening opnieuw uitgevoerd worden, omdat er nog TWK-mutaties openstaan. Nou, ik dubbelklik nu even op Floor. Ik kan natuurlijk ook de knop verwerken gebruiken. Maar hiermee kan ik wat duidelijker laten zien wat er gebeurt. We zien hier de salarisverwerking van augustus. En dit is gewoon een normale verwerking met wat salaris, loonheffing en pensioen. Ik kan deze periode nu herberekenen, zodat onze TWK-mutatie hierin meekomt. Profit gaat nu van mij rekenen. En we zien dat er een extra regel verschijnt. Correctie uit periode 7 van 60 euro. Dus in augustus zien we keurig dat er een correctie heeft plaatsgevonden in de vorige maand. Wat ik nu kan doen, is dat ik, als ik dubbelklik op deze regel, dan krijg ik te zien waar die 60 euro uit opgebouwd is. Dus we zien hier dat er 5 meeruren geboekt zijn, wat een stuk bruto loon veroorzaakt met loonheffing eroverheen. En dan krijgen we een netto loon van 60 euro. Zo kan je dus van alle TWK-mutaties netjes zien hoe deze opgebouwd zijn en wat er gebeurd is. Ik kan ook vanuit de salarisverwerking op de periode klikken en dan kan ik ook kijken wat er in juli gebeurd is. Ik kan hier de TWK-gegevens gestart in periode 8 bekijken en dat is dus het overzicht wat ik net ook te zien had. Ik heb de oorspronkelijke gegevens, dan kan ik dus zien hoe juli er oorspronkelijk uitzag en ik heb de vervangende gegevens. Nou, als ik de vervangende gegevens even open, dan zien we hier dus het gewone salaris en we zien hier ook dat de meeruren er netjes bijgekomen zijn. Door de krachtige TWK-functionaliteit kun je mutaties met terugwerkende kracht verwerken en hou je toch grip en inzicht op de totale salarisverwerking. Tot zover deze videotraining over de terugwerkende krachtmutatie.